Meneer Cohen, wij staan hier in een ver en koud buitenland om een boodschap op te nemen van iemand die u heel erg goed kent. Wie dat is nu nog even onduidelijk, maar daar komen we snel achter. Het is en blijft natuurlijk de vraag waar de burgemeester zit. Waar in dit immense pand met marmer, beelden en hout, waar zit de burgemeester? We gaan op zoek. Meneer Janssens? Patrick? Ja, hier moet het zijn. Het kabinet van de burgemeester. Ik denk het. Wachten. Wachten. Nog meer wachten. 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 Nog meer wachten. Meneer Van Wieken van de Bakken, zondag, als u wakker wordt, kunnen we eindelijk aan het interview beginnen. Oh, Patrick Janssens, fijn dat we u even kunnen spreken. Mijn eerste vraag was eigenlijk, als ik tegen u zeg Job Cohen, wat zegt u dan? Een heel wijze man. Een goed burgemeester, denk ik, voor zover ik dat als Antwerpenaar kan beoordelen. Iemand met heel veel ervaring, een heel brede visie, die denk ik de burgemeester die Amsterdam op dit moment nodig heeft. Oké, u kent hem vrij goed toch? En waar kent u hem van? Ik heb Job een paar keer gezien. De eerste keer in Barcelona op een seminar waar sociologen, stedenbouwkundigen en burgemeesters elkaar zagen om ideeën uit te wisselen. En heeft daar eigenlijk op mij een heel goede indruk gemaakt. Vooral omdat hij op een heel verstandige manier met zijn stad bezig is. Maar dat ook doet op een moment in zijn leven, denk ik, dat hij heel veel ervaring en levenswijsheid heeft opgebouwd. En we hebben dat contact warm gehouden. We hebben elkaar nog een paar keer gezien bij zo'n gelegenheid. Hij is met zijn kabinet op bezoek gekomen hier in Antwerpen, waar we wat ervaring hebben uitgewisseld. En we gaan met ons kabinet binnen een paar maanden naar Amsterdam een tegenbezoek afleggen. Dus we houden die relatie toch wat warm. Oké, en heeft u zeg maar, als burgemeester ook echt iets van hem geleerd, heel concreet? Nou, wel niet concreet in de zin van dit is iets wat ik zomaar kan toepassen op Antwerpen, maar het is toch wel een voorbeeld, vind ik, omdat hij op moeilijke momenten er wel in slaagt om de stad samen te houden. En dat kan heel, ik zou bijna zeggen, zacht klinken, maar ik denk dat de belangrijkste taak van een burgemeester ook is om mensen te verenigen in plaats van mensen te verdelen. En we leven allemaal in een tijdvak waar er in steden toch een verhoogde diversiteit is die makkelijk tot conflicten en explosies kan leiden. En het allereerste wat een burgemeester dan moet doen is proberen de zaken te kalmeren, tot rust te brengen en mensen met elkaar te verzoenen. Ja. En ik vind dat hij dat bijzonder goed doet. Er wordt over Job Cohen wel eens gezegd dat hij aan het Cohennen is. Ze maken er een werkwoord van. En het Cohennen bestaat dan vooral uit het theedrinken. Bent u eigenlijk van de harde aanpak of ook van meer van het theedrinken? Ik denk dat dat een valse keuze is. Ik denk dat je moet hard zijn op de momenten dat het nodig is en dat je moet zacht zijn op de momenten dat het kan. Het is in ieder geval een misvatting om te denken dat je alleen maar met harde aanpak en alleen maar met straffen een stad overeind kunt houden in zo'n moeilijk tijdvak. Maar het is even fout om te denken dat je alleen maar met praten een stad kan samenhouden. Ik denk dat wanneer mensen herhaaldelijk in de fout gaan, geen rekening houden met de rest van de omgeving, geen rekening houden met de publieke ruimte, met andere overtuigingen en dergelijke, dat je dat af en toe wel hard mag laten voelen. Maar het is een misvatting om te denken dat je alles wat fout loopt met straffen kan veranderen. Ik denk dat eender wie die bijvoorbeeld kinderen heeft en die opgevoed heeft of probeert op te voeden, weet dat je met straffen alleen het niet doet. Je moet ook motiveren, je moet praten, je moet samenbrengen. Maar het is niet of het een of het ander, het is de juiste techniek op het juiste moment. Ik heb één boodschap. Job, bijt nog even op je tanden. Je bent zo van die kerels vanaf. Hè. Dat blijft niet eindeloos duren. Maar ik heb ook een vraag. Je weet dat we binnenkort naar jou toe komen in juni, als ik het goed heb, in 2008. En wat ik vooral van jou wil horen is, wat moeten we nu in Antwerpen doen om zo'n succesvolle voetbalploeg als Ajax te krijgen? Want daar hebben we dringend nood aan.